Dit is het DRTV-nieuws van vrijdag 2 november. Met vandaag... Nieuwe drukpers voor Smurfit Kappa. Fietsersbond in actie tegen obstakels. En leerlingen bezoeken Mars Expo. In de fabriekshal van Smurfit Kappa Zeedijk werd vandaag haar nieuwe innovatieve drukpers gepresenteerd. Deze unieke machine in de Benelux werd op een speciale manier onthuld. Het bijzondere aan de drukpers is dat het binnen de groep van Smurfit Kappa, wereldwijd hebben we iets van 40.000 medewerkers. En binnen de Smurfit Kappa groep is dit de eerste Speedmaster Heidelberger die geplaatst is bij een van de vestigingen. Dat is op zich al heel bijzonder. En daarbovenop is het zelfs de eerste grote pers die in de Benelux wordt geplaatst. Dus de enige pers in de hele Benelux staat nu bij ons in Deventer. Smurfit Kappa Zeedijk bestaat dit jaar een halve eeuw. En zijn sindsdien al geruime tijd toonaangevend in hun vakgebied. Wij maken in offset bedrukte golfkartonnen verpakkingen en displays. Als je morgen je nieuwe Senseo koopt, de verpakking die daar omheen zit, die komt hier vandaan. En als je in de Albert Heijn loopt en je ziet winkeldisplays met aanbiedingen, 9 van de 10, dat ze hier zijn geproduceerd. En of dat nou Albert Heijn aan Amsterdam is of Hogeveen, maar dan komt dat hier vandaan. Ja. Zeedijk is oorspronkelijk, staat voor de Zeeuw Deventer Cartonnage. Dat is 50 jaar geleden begonnen met een klein ploegje van 20, 30 mensen. Inmiddels uitgegroeid tot een groep van 285 mensen. En dat gaan we vanavond feestelijk vieren. Ja. In de Schouwburg. Een brand bij het Burger Weeshuis. Zo leek het tenminste. Op pad voor een andere opname trof een van onze cameraploegen vanmorgen rook, wagens en brandweermannen in actie aan. Haast was echter niet nodig. Het bleek te gaan om een brandweeroefening. Hinderlijke, overbodige en gevaarlijke fietspaaltjes en andere obstakels zorgen voor nogal wat ongelukken, volgens Leo Klasquet van de Deventer Fietsersbond. Fietspaaltjes, zoals we daar zien, dat vormt een van de obstakels op de fietspaden. Die zijn natuurlijk heel duidelijk. Alleen ze zijn niet altijd duidelijk voor degene die er fietst. Er vinden veel ongelukken plaats. Eenzijdige fietsongelukken, dat zijn er ongeveer... 40.000-50.000 mensen die in het ziekenhuis terechtkomen op de spoedeisende hulp. Per jaar? Per jaar. En ongeveer 6.000 worden opgenomen. Er is sprake van dat enkele tientallen doden vallen. Ons standpunt is, plaats geen fietspaaltjes. Punt. Zorg dat je fietspad vrij is van obstakels. Voorbeelden van plekken waar gevaarlijke obstakels zijn en er volgens de Fietsersbond niet thuis horen, zijn bij de Nicol Bolkesteinlaan en de korte doorstekers in bijvoorbeeld de wijken van Zandweert. De meest schrijnende situatie is het Mensingsdijkje. Ja, we zijn wel ook geweest met BMW, hebben we dit jaar weer rondgefietst door Deventer. Daar uitgebreid bij stilgestaan. En ja, iedereen weet wel van, ja, eigenlijk moet je daar iets doen. En iedereen kijkt er ook naar van, ja, van, wat moet je nou? Misschien rijdt er wel eens een auto, misschien rijdt er wel eens een tractor, geen idee. Maar het is wel iemand, een werknemer van het ziekenhuis, is daar tegenaan geklapt en heeft zijn kaak gebroken. De vraag is natuurlijk, zijn het echt obstakels of kunnen wij niet fietsen? Hoeveel paaltjes ziet u? Ik zie er 2. Ja, welke valt op? De rode met witte. Ja, precies. Dus er is al een hele vreemde denkfout die daar gemaakt wordt. Van het paaltje moet je zien, maar het andere paaltje zie je niet. Het fietspad hier een stukje verderop, rondom de Jan Luikenkolk, er staat ook zo'n niet zichtbaar fietspaaltje, een hele donkere. Met een, nou, iemand heeft geprobeerd daar met witte verf wat aan te doen, maar het paaltje verderop is volslagen onzichtbaar. Maar dat andere zwarte paaltje, bruinachtige paaltje, dat staat toch niet op het fietspad? Nee, maar het staat ook niet 75 centimeter van het fietspad, wat de norm is. Dat zou ik ook kunnen zeggen, zijn de fietsen niet incapabel? Als dat zo is, dan moet je daarvan uitgaan, als wegbeheerder. En die slag moet je maken, want je kunt heel moralistisch zijn van ja, je moet opletten. Je moet ook opletten, dat is duidelijk. Je moet alert zijn, je moet je verlichtingen op orde hebben, je moet geen oordopjes in je hoofd hebben, je moet ook niet mobiel telefoneren. Maar als mensen samen fietsen, en veel middelbare scholieren doen dat bijvoorbeeld,
dan is aandacht voor de omgeving toch wat minder. En dan kunnen we zeggen, ja, dat moet niet zo zijn, maar dat is een loze opmerking. Dus je kunt beter zorgen dat je fietsvoorzieningen goed op orde zijn en afgestemd zijn op je doelgroep. De gemeente heeft aangekondigd volgend jaar 10.000 euro te willen uittrekken voor het opruimen van de meest gevaarlijke obstakels. Het voormalige gemeentehuis in Schalkhaar komt te koop. De gemeente wil de opbrengst gebruiken voor de financiering van de verbouwing van het oude SNS-gebouw aan de Stroommarkt, waar in de toekomst de bibliotheek gehuisvest wordt. Sinds 3 jaar is het kenniscentrum Oncologie gehuisvest in het voormalige gemeentehuis. De gemeente ontvangt hiervoor geen vergoeding. Het kenniscentrum beschikt niet over de financiële middelen om het pand te kopen en zal daarom moeten verhuizen. Medewerkers van het kenniscentrum waren vandaag niet beschikbaar voor commentaar. Vandaag vond in de Business Lounge van de Adelaarshorst een nieuwe editie van de Mars Expo plaats. Tijdens de expo presenteren zo'n 20 organisaties zich aan leerlingen van verschillende middelbare scholen. Leerlingen van de eerste 3 klassen kwamen zich oriënteren op de maatschappelijke stage. De 3e klassers van het voortgezet onderwijs zijn verplicht om tijdens deze stage vrijwilligerswerk te doen dat bijdraagt aan de maatschappij. Leerlingen uit de 3e klas konden zich direct inschrijven voor een stage. De eerste 2 klassen konden zich alvast oriënteren. Leerjaar 1 tot en met 3 heeft te maken met maatschappelijke stage. Leerjaar 1 die doet dat door middel van projectjes op school. Dus organisaties komen naar school, kunnen zo collectebussen pimpen, eigenlijk van alles en nog wat. En leerjaar 2 gaat er echt op uit, klassikaal. En deze leerlingen die hier vanmorgen waren van Storming, het is een ontzettend grote school. Dus om voor 16 klassen een hele dag te organiseren in Deventer is gewoon heel veel werk. Dan hebben we gezegd, we laten ze naar de expo komen. Zien ze wat er allemaal is in Deventer, wat zijn er allemaal voor organisaties en waar kan ik volgend jaar uit gaan kiezen. Een soort voorbereiding. Ja, ze willen dat wij nu al zien zeg maar, wat je kan doen. Dat je al vast kan kijken en dat je zeg maar, je er al wel op richt. Ja, wij gaan samen naar de ezels toe, voor de grote ezel werken. Dan moet je voor ezels zorgen met ze wandelen of voeren, borstelen, dat soort dingen allemaal. Hoe bevalt het? Ja, wel goed. Er zitten ook wel leuke dingen bij wat ik wil gaan doen. UNICEF en Solis, want dan ga je met, zeg maar, met ouderen werken en dan zeg maar bingo. En allerlei dingen doen. Er komen zo'n ruim 560 leerlingen. En we willen sowieso de helft hier naar buiten sturen met een stageplaats. Ze hebben niet de verplichting om het te moeten. Want we willen wel dat de leerlingen iets kiezen waar ze achter staan. Het enthousiasme van de leerlingen dat zien we ook groeien met de jaren. Waar de afgelopen jaren de leerlingen altijd een beetje al, we moeten weer wat extra's doen. Zie je nu dat ze het gewoon echt heel erg leuk vinden. En natuurlijk zijn er altijd leerlingen die zeggen, oh ja, ik moet weer wat erbij doen. Maar over het algemeen de reacties, zeker van 3e leerjaar, dat zegt gewoon, ja, ik heb echt een hele leuke paar uren daar gedraaid. En het was gewoon leuk om te zien en er zijn gewoon leerlingen die blijven hangen. Dus die worden gewoon een nieuwe vrijwilliger. En ze zien ook, ik geef zelf dan ook voorlichtingsles en leerlingen zeggen dan ook, oh, maar ik wist helemaal niet dat bij de sportvereniging mensen dat gewoon allemaal vrijwillig doen. Het is allemaal vanzelfsprekend en nu in één keer zien ze van ja, dat zou helemaal niet kunnen als er geen vrijwilliger zou zijn. En ja, dat heeft de meerwaarde wordt gewoon steeds zichtbaarder en daar zijn we gewoon heel erg blij mee. Heeft u tips, foto's, video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventerrtv.nl.